De Vorresche boerderij Nijenhuis is gebouwd in 1872 en ligt in een waardevol landgoederengebied van het Gelders landschap. Binnenkort zal hier weer op een moderne manier geboerd worden. Op het erf lagen donderdag 8 maart nieuwe fruitbomen klaar om geplant te worden. Burgemeester Aalderink van de gemeente Bronckhorst, Peter van Tweel van Gelders landschap, Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Pierre Kuipers van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en Janus Bouwers van Gelders Genootschap stroopten de mouwen op om dit klusje te klaren. Vandaag is op dit erf zijn fruitbomen geplant, hoogstam fruitbomen, 3 appels en 3 peren. En dat zijn bomen die in deze regio thuis horen bij een boerderij. En waarom horen die in deze regio thuis? Het is heel gebruikelijk dat bij met name oude boerderijen er een boerenboomgaardje was. Dat was voor eigen gebruik, voor het fruit, vaak ook zelfvoorzienend. En het was vaak ook het weidje waar de schaapjes of waar de kalveren een plekje hadden, vlakbij bij het keukenraam van de boerin. En gebeurt dat op meer plekken? Ja, wij doen hier een project dat heet Streek Eigen Erven, eigentijdse wensen met eigentijdse erven. En we hebben voor alle regio's in Gelderland, de Veluwe, de Achterhoek en het rivierengebied, bekeken wat is nou streek eigen en hoe kun je dat op een eigentijdse manier vormgeven. En we hebben dus ook een boerderij op de Veluwe en een boerderij in het rivierengebied waar ook bomen worden aangeplant. En kunnen mensen ook informatie daarover vinden? Ja, we gaan wat we allemaal hebben onderzocht en hebben bedacht met alle gezamenlijke organisaties verzamelen op een website. En die website wordt 1 juni gepresenteerd. Nou, Bon. Nou, het gaat je goed, hè? Ja. Het gaat je goed. Goede oogsten in de toekomst. Hè?